Installateur John Visser heeft het optimaliseren van cv-installaties als specialisme. Vandaag gaat hij kijken naar de cv-ketel. Welke instellingen moet de cv-ketel hebben om zo optimaal mogelijk te kunnen renderen? Wat dus heel belangrijk is als je waterzijde gaat inregelen, is dat je ook je ketel niet vergeet. Hij moet sowieso onderhoud hebben, je rookgassen moeten gecontroleerd zijn, je gasdruk moet gecontroleerd zijn. Dan ga je je ketel afstellen. Dus je gaat het vermogen van de cv-ketel zo laag mogelijk zetten. En de pompsnelheid ga je zo laag mogelijk zetten. Dan ga je je systeem waterzijdig inregelen. Blijf je aanvoertemperatuur te laag, dan ga je dat vermogen van je cv-ketel iets hoger zetten. Dus stel, ik stel hem af op 5 kW. En mijn aanvoertemperatuur blijft continu 35 graden. Die 5 kW ga je dan op 6 of 7 kW zetten.